President Boutersen voert overleg over kwestie SPSB. Sinds dagen circuleren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank, die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is op de instructie van president Desiree Delano Boutersen op het presidentieel paleis overleg geweest. Dit overleg vond plaats op maandag 13 mei 2019. Aan dit overleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, als ook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.